De winnaar is de prefab Liz Dodder wandpaneel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt het? Ja, goed. Super fijn om bevestiging te krijgen dat we een mooie innovatie hebben gemaakt. En wat hebben jullie bedacht? We hebben een wandpaneel gemaakt van Liz Dodder. Liz Dodder is zo'n groene plant en die heeft een bruine sigaar op de top. En die hebben we uit de weerribben gehaald, dus uit een natuurgebied. En die wordt gebruikt voor een wandpaneel? Ja, daar hebben we isolatiemateriaal van gemaakt en plaatmateriaal. En dat werken we dan af met hout, zodat je een 100% biobased paneel hebt. En waar kan dat allemaal gebruikt worden? Dus in houtskeletbouw kan het zo worden toegepast. En dan kun je er buitenwanden en binnenwanden van maken. Dus echt in de woningbouw? Ja, echt in de woningbouw. Uit 20 inzendingen selecteerde de jury eerder al een top 5... die tijdens de grande finale in een restaurant in Dronten hun idee mochten pitchen. Hi, ik ben Charlotte van Squarewise. De te kleine, grote, scheve, kromme appels, die komen in oerschap. De Groente- en Fruitbrigade redt partijen groente en fruit bij telers. Na opnieuw overleg van de jury rolde het wandpaneel als beste circulaire innovatie eruit. Wat ik heel leuk vind aan dit product is ook het enthousiasme wat er vanaf straalt. De echte groene verbeteraars. Ze lopen voorop ook in een uitdaging, brengen mensen bij elkaar om het product ook echt te verwezenlijken. Wat ook nog eens heel veel CO2 opslaat, waar we natuurlijk vandaag de dag veel mee van doen hebben. Ja, je brengt kennis en energie samen om zo'n mooi product neer te kunnen zetten. Winnares Charlotte Derksen ging niet over één nacht ijs en verzamelde een hele groep enthousiastelingen om zich heen. We hebben met een hele keten echt vanaf begin af aan samengewerkt. Dat maakt het eigenlijk ook best wel uniek dat we alle neuzen gelijk dezelfde kant op hadden. En dat is samen met verwerker Roelof Piek, burgerboerderij Oosterwold, plaatmateriaalmaker Van Hier, isolatiemaker Grown Bio en de Flevo Timmerfabriek. En ik ben zelf van Squarewise, we hebben het proces begeleid. De 3000 euro helpt voor ons alweer om een extra stap te zetten. Aankomende week wordt ons product getest op alle waardes. Dan gaan we kijken of het inderdaad klaar is voor de bouw. En als we dan afnemers hebben, dan kunnen wij echt gaan proberen op te schalen. En meer dan die paar panelen te maken die we nu hebben.